Uh, dus de reizigers staan centraal, ja, maar ook wij zelf staan echt centraal. Dus enerzijds weet je, hebben we een, een product voor, uh, voor de reizigers, maar we, we consumeren onze, ook wel echt ons eigen product. Dus dat is het leven dat we zelf willen leiden. En dat is dat we daar kunnen zijn, dat we daar kunnen reizen, dat we daar met elkaar wonen, maar dat we ook kunnen, dat we ook remote kunnen werken. Want ja, jullie dus, hebben een Mansion, hè? We hebben een Mansion, dus we hebben één grote, uh, grote compound in Nairobi. En dat is een beetje, dat is onze headquarters. Uh, daar uh, komen de mensen naartoe. En daar kun je, je gebootcampt worden, eigenlijk. Of dan, word je gewoon, dan krijg je in zes maanden leer je daar heel veel over bedrijven En nee, je mag daar blijven en je, als je daar blij bent. Maar we willen dan allerlei andere werkhubs maken. Uh, we hebben er nu eentje in Oeganda en dan in Kaapstad en in Tanzania zit iemand. Maar je, je kan dan naar een andere locatie om daar dan ook uh, te wonen en te werken, en te reizen en bij te dragen op, op een manier die jij leuk vindt aan het bedrijf. Want er kan, er kan heel veel gebeuren. Maar als mensen terug willen gaan naar Nederland. Dan, uh, omdat ze hun familie weer willen zien, moet dat ook kunnen. En dan ga je uh, catching up with friends en family. En maar dan vind ik het wel leuk als je zo'n Afrika hart hebt dat je dan op een gegeven moment weer terugkomt. En dat je dan weer met ons in die community wil zijn. Ja, mooi. Zo willen we ja een work lifestyle community creëren waarin je uh, nee, met elkaar. Dus in Oeganda gaan dan gaan binnenkort vijf man heen. Dus het meisje die naar Oeganda het kantoor gaat opzetten. Die komt twee maanden naar ons in Nairobi. Werken, plan maken. Dan gaan ze met vijf man gaan ze daar naartoe. En dan gaan ze uh, nou, verhalen maken, producten ontwikkelen, uh, marketing doen. Uh, ga, nou, uiteindelijk komt daaruit uh, Salesforce. En zij we zijn dan een team die met elkaar dat land gaan opzetten. En vanuit daar gaan ze Ethiopië doen, de Madagaskar. Je bent met elkaar iets vets aan het bouwen, maar je wel weer in een nieuwe omgeving waarin je nieuwe indrukken kan krijgen. En dat vindt, ja, vinden mensen leuk, want mensen willen bij ons reizen en iets zien.